Geliefde gemeente, stel u zich eens voor dat er een predikant beroepen wordt. Die neemt dat beroep aan. En na een jaar is die weer weg. Een predikant die een jaar maar in een gemeente staat. Nou, dan kun je niet heel veel verwachten. Wat kun je nou in een jaar als dienaar van het woord in een gemeente bereiken? Daarom hebben we als kerken ooit ook gezegd dat een predikant pas na 3 jaar weer een beroep in overweging zou kunnen nemen. Er is meer tijd nodig dan een jaar om met het woord van God in het midden van een gemeente te werken. Want een jaar, dan ben je nog maar net begonnen. En toch, soms komt het voor dat het nog zelfs korter is. Een half jaar. Of om heel precies te zijn, 4 maanden. 4 maanden het woord van God verkondigen en dan hoor je niets meer van die dienaar van het woord. Nou, dan zou je je kunnen afvragen, wat kan er nou in 4 maanden tijd gebeuren als een predikant, als een profeet het woord van God brengt? Dan hoef je niet heel veel verandering en vernieuwing te verwachten in die gemeente. En toch, en dat is de kern en dat zie je dan ook maar weer in het boekje wat voor ons ligt. En toch, als de Heere erin meekomt, als de Heere dat woord wat hij zelf geeft zegent, dan kan er in 4 maanden tijd heel veel gebeuren. Dan kan er zelfs een totale ommekeer plaatsvinden. Als de Heere zijn woord zegent, dan gebeurt er wat. Wie was die dominee, wie was die profeet die maar 4 maanden heeft geprofeteerd en daarna horen we niks meer van hem? Nou, het boekje wat we voor ons hebben uit de Bijbel draagt zijn naam. Haggai. Feestkind of het feest van mijn Heere betekent zijn naam. Haggai. En van hem is eigenlijk helemaal niks meer bekend dan wat hij zelf in dit korte Bijbelboekje over zichzelf zegt. Hij brengt het woord in een bepaalde periode. Hij komt dat doen op het tempelplein aan de Joden die teruggekeerd zijn uit de ballingschap. Maar verder weten we niet wie zijn vader of zijn moeder zijn, wie zijn familie verder is. Geen woonplaats, geen leeftijd. En het enige dat we weten is dat hij in het Bijbelboek Ezra ook nog 2 keer genoemd wordt. Maar dat is ook alle informatie die we hebben. En toch heeft de Heilige Geest de boodschap die deze profeet 4 maanden bracht laten opschrijven. En heeft hij de eeuwen door bewaard, omdat die boodschap van toen ook betekenis heeft voor vandaag. Het is Gods woord. En ik wil samen met u de komende zondagen luisteren naar wat deze profeet, deze dienstknecht van God, heeft gepreekt. Naar dit kleine Bijbelboekje, wat in onze Bijbel, in deze uitgave die ik hier heb liggen, is de totale Bijbel 1163 pagina's en het boekje Haggai zijn maar 2 pagina's daaruit. 2 bladzijden. En toch is dat openbaring van God. En spreekt de Heere ook door deze profeet 2544 jaar later nog steeds. En de eerste oproep die we te horen krijgen van deze profeet is zomaar ineens, want het klinkt zomaar ineens over het tempelplein, alzo spreekt de Heere der Heerscharen. En dan komt er een onderzoek. Een onderzoek van het hart. Dat is het thema voor de preek, een onderzoek van het hart. Het is een verrassend woord. Het is een aanklagend woord en het is een belovend woord. Overigens, dat boekje Haggai is steeds gericht op het hart van de hoorders. Dat gaan we wel ontdekken.